Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de temperaturen van de afgelopen nacht. We zien dat die behoorlijk uiteenliepen van min 4 graden in Groningen tot 2 graden in Vlissingen. Veel plaatsen een paar graden vorst en in combinatie met een paar lichte buitjes zorgde dat voor zeer gladde wegen. Sommige plaatsen was het spek glad en moest er ook hard gewerkt worden om de autoruiten weer ijsvrij te maken. Dat alles kan komende nacht weer gebeuren? Maar de kans dat dat ook bij jou gebeurt, die is wel kleiner. Want het is slechts een enkel wintersbuitje die komende nacht nog over het land trekt. Kan wel glad worden, maar daar kom ik zo op terug. Eerst nog even het beeld van Europa. Zien we nog steeds dat het echt koud is rondom het Alpengebied. En verder in Scandinavië en in het westen van Rusland. Bij ons hadden we vanmiddag temperaturen van 5 graden in het westen van het land. En rond de 3 graden in het oosten. Vanavond gaat het klik geleidelijk weer dalen. Komt rond of iets onder het vriespunt te liggen. En een enkel buitje trekt dan over het land. Die valt in de vorm van sneeuw of natte sneeuw. En daardoor kan het dus ook meteen glad worden. De grootste kans daarop maken Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar ook daar is het echt zeer lokaal. Dat geldt ook voor de nachtelijke uren. Vanaf de Noordzee nog steeds een enkel buitje. Die kan best over de westelijke provincies trekken. Maar ook over de noordelijke. Ik denk dat je in Overijssel, Gelderland, Limburg en het oosten van Noord-Brabant. er toch wel vanuit mag gaan dat daar een droge nacht wordt. Temperaturen dalen naar min 1 tot min 4 graden Lokaal kan er ook een mistbank ontstaan En zo'n mistbank bestaat ook uit kleine waterdruppeltjes En bij temperaturen onder 0 kunnen die aanvriezen aan de grond En ook dat kan tot gladheid leiden Dus kortom, in de loop van de nacht en morgenochtend vroeg Toch even goed opletten of het lokaal glad is En ook even onze waarschuwingen bekijken Morgen in de loop van de dag loopt de temperatuur dan weer uh, aardig op. Het wordt zo'n 2 graden in de oostelijke provincies en 4 à 5 graden in het westen. Zeer lokaal nog steeds een bui mogelijk, maar eigenlijk is het toch vooral droog. Er staat niet al te veel wind en de zon schijnt geregeld. Wat mij betreft een heerlijke winterse dag. Die misbanken die lossen in de loop van de ochtend ook al op. Kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat in de nacht na donderdag en donderdag overdag de kans op een sneeuwbui wat groter wordt. In de nacht gaat het ook ietsje steviger vriezen, lokaal min 6 graden. En overdag wordt het min 1 tot plus 3 graden, net een tikkeltje kouder. Ook vrijdag overdag temperaturen die wat lager zijn, tussen de 0 en de 2 graden. En zaterdag gaat de temperatuur dan waarschijnlijk weer iets oplopen. En misschien neemt dan ook de kans op neerslag toe. Dat zien we ook in de temperatuurtrend. De donderdag en de vrijdag zijn de koudste dagen. En we zien ook echt uh, nachten met uh, behoorlijk wat vorst. Zo tegen de min 5 graden betekent dat het in het oosten min 5 tot min 7 graden kan worden. Daarna gaan de temperaturen omhoog. We komen we smiddags rond de 5 graden te liggen. En dan hebben we in de nacht nog hooguit een enkel graadje vorst. Maar toch, die paar dagen met vorst die kunnen toch leiden tot uh, de vorming van een ijslaagje. Vandaar de ijsgroeigrafiek voor het eerst dit jaar... Deze is voor midden-Nederland. Die gaat naar 3 of 4 centimeter ijs. Nou, dat is natuurlijk veel te dun. Maar in het oosten en noordoosten kan het misschien 6 centimeter worden. En dan begint het toch langzaam interessant te worden. Een ondergelopen weiland of een sintelbaan die vol is gelopen met water. Die zou dan misschien sterk genoeg kunnen bevriezen. om daar even op te schaatsen. Meer daarover kun je op onze website lezen. Daar heb ik een verhaaltje over geschreven. Maar nogmaals, op de meeste plaatsen absoluut geen schaatsplezier. Komende nacht dus even opletten wat betreft de gladheid en dan hebben we morgen weer een heerlijke winterdag met smiddagstemperaturen iets boven het vriespunt. Ik ben Michiel Severin van weerblazen.nl.